Ze was zo braaf en ze deed zo haar best en gewoon zo lief. En ik dacht, oh, weet je, het voelt zo fijn. En nou gaat Matt weer fietsen, dus... Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Een stalvlog is heel vaak aangevraagd, dus vandaag is het dan meer tijd voor een stalvlog. Ik ben niet alleen, maar ik ben met... Je paard is te groot. Oh, Madea! Madea is dit keer hier een dagje, of nou, ze heeft eigenlijk met mij geslapen. En wat gaan we doen vandaag? Wij gaan het bos in filmen, met mijn camera. Nee, niet zo ander soort filmen, maar wel filmen. Ja. Clips filmen. Ja, net zoals Nienke ze maar een paar jaar geleden deed. Zulke clips. Voor de echte trouwe fans. Zulke clips. Zulke clips van In The Stirrups. Daar staat keihard te chillen. Ik ook. Maar nee, dit is echt een slecht voorbeeld. I know, dat ga je er ook niet in doen. Jongens, doe dit thuis niet na. Hey Bart. Bruin, die zou dit echt nooit kunnen doen. Hey sexy dier. Hey sexy dier. Hallo. Ik heb geen zin. Oh ja, kijk, ze heeft trouwens haar hoofd gestoten, dus ze heeft een mondje. Tess is inmiddels helemaal gepoetst. En Nienke zit nog steeds een mail te schrijven en ze heeft er maar één zin van die hele mail. Ja. Nienke, vertel eens, hoe voel jij je hieronder? Dat jouw paard helemaal schoon is? Ik zal even een mooie shot maken, zo jou en je paard. How to do homework at your horse. Ja, maar dit is toch zielig, Mat. Dus ik heb zoveel troubles met welk dekje ik op moet doen. Mat, help me nou. Help me nou. Ik weet het ook niet. Kijk, ik dacht eerst dan doen we het zonder dekje. Maar dat was Mat er niet mee eens. Maar waar is je donkerblauw? Wat is dit trouwens? Dat is het doek van de stand van de horse event. Ik kan het wel gebruiken voor een fotoshoot, zo. Als achtergrondkleur. Ja, waar loop je nou weer heen? We hebben jullie dekjes. Ik ga even kijken. Okay, een kast maar daar. Dit is Maartjes de kast. Is Sharif weg? Nee. Waar is een kast dan? Weg. Waar is het donkerblauw dekje? Waarom hebben zij die kast dan? Hou op zoveel vragen te stellen. Waarom? Ik snap het niet. Jij hoeft het ook niet te snappen, als ik het wel snap. Nienke doet haar best nu om te stappen. Met een schattige pony die Tess wil aanvallen. Soepel! Kijk, we hebben vrienden! Tess, nee. Kijk, ze heeft wat toeschouwers. Gewoon twee toeschouwers bij het opstappen. Nog vast zo. Ik ben niet aan het draaien. Ja, dat kan je. Ja, 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 ja. Ja. Waarom lukt het niet? Saroy komt steeds dichterbij. Is het Saroy? Dat is Hummer. Dit is Hummer, ja. Ja, je zit. Goed zo. Mimi. Kijk hoe schattig. Oh my god. Ik heb haar nooit. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen nu. Ik heb nog een filmpje van jou en Brownie. Nienke zit op Tessa. Met een kroontje. Oké, hij is voor jou, Nienke. Hij staat nog aan. Nou, ik zit op Tess. En zoals sommigen van jullie op Insta wel hebben kunnen lezen, is dat ik gewoon gisteren ineens weer op Tess in de bak wil rijden. En ze deed het echt super. Kijk, ze liep natuurlijk niet super, maar ze was zo braaf. En ze deed zo haar best. En gewoon zo lief. En ik dacht, oh, weet je, het voelt zo fijn. En nou gaat Mat weer fietsen, dus... Nou, gaat Tess ook mee drapen. Oh. Oké, okay, maar ja, ze, wow, ik ben zo rood. Het is echt verschrikkelijk. Maar ze was echt super lief. Dus dat was zo fijn. En dan heeft ze nu al verdiend om even naar buiten te gaan. Dus we gaan zo meteen in het bos coole clips maken. En jongens, herkennen jullie dit? Ik wilde dat echt. Waar zou dat van zijn? Oh nee. Oh nee. Ja, er is ooit gevecht geweest omdat we hier niet meer doorheen mochten.
En dus toen ging onze stal-eigenaar er met de shovel doorheen. En dan was hij weer open. En toen hebben de mensen van het bos hebben hem weer dichtgemaakt. En toen heeft de stal-eigenaar hem weer open gemaakt. En weer dicht en weer open en weer dicht. Kan het niet van de beeldcamera zo staan? Ja, maar dat is echt niet waar. Tessje is braaf. Find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind. Pretending that nothing has changed. Time is my own. Oh shit, ik ging midden in de brandnetel. Nou, we zijn er terug. En dat deed in het begin echt heel erg goed. Ze was heel relaxed. Ja, ze kon zelfs los en zo. Maar ja, we hadden wel een touwtje om haar nek. Maar verder was ze echt gewoon echt super fijn. En toen gingen de twee paarden achter rennen. Dus daar schrok ze van. Dus ze stond, ze deed niks hoor, maar ze stond helemaal verstijfd. En toen dacht zij, oh wacht. Omdat ik helemaal geen contact meer kreeg, laten we toch maar even een halsetje omdoen. En, ik heb ook echt mijn rij-outfit aan vandaag. Not. Maar ze was heel braaf en ze wacht nu lekker weer de wei op. Toch? Ja. Ja. Wat zeg je? De naverzorging van je pop. Oh, Tess. Oh, Tess. Oh. Maar ze is zo lief de laatste tijd. Dat is echt onstelbaar. Nee, het is heel leuk. Doet je uit. Kijk. Goed zo, Tess. Heel voor je hoofd. En dan moet alleen voor nog dicht. Want ja, je bent wat vergeten. Ik heb het niet gedaan. Je bent het vergeten. Ja, voorbeestje. Nee, ik deed de halster aan. Uh-oh, normaal moet je de voor aan beginnen, heb ik op volgende. Ja, en wat doe jij nou? Ik heb me ook aan de rechterkant opgegooid. Moet dat ook? Weet je wat ook moet? Dat komst de paarden. Oh, Tessje. Naar de wei brengen. Ja. Dat kan ik. Bedankt. Zonder halster, hè? Doei Tess, doei, baba lover. Oh nee! Maar doen jullie? We krijgen nu allemaal honger doordat jullie mij zien eten. Oké, wij... Ik praat ik voor de mond. Wij zijn even aan het lopen naar Max. Is dat waar? Want ik heb Max nog helemaal niet gezien. Ik woon namelijk heel ver weg. Dus ik ga nu even Max bewonderen. En dan gaan we verder tokjes eten. Oh, onder het draad hoor. En dan, wat gaan we daarna doen? Niks. Helemaal niks. Ja, is smakelijk. Kijk, we hebben hier... Oh, Max, we hebben hier Max. We hebben daar Saroy. En Inke.
En ik sta tussen Saroy. Hi, hi Max. Samen in beeld, wat schattig. Oh, en er komt een of andere ergens tussendoor. Auw, Max. Hij is echt heel schattig. Ik kan nu mezelf niet zien, maar hij is echt cute. Hey, ik ben cute. Dat oog. Oh my god, blauw. En daar nog een blauw oog. Kom maar, Emmy. Kom, kom. Kom maar. Kom. Nog een keer, kom. Oh, oh Emmy. Ze hebben het nog best goed gehouden door de modder. Ze komen trouwens van de horse. Nou, mijn stelletje is weer schoon. Ik heb uitgemest. Ik heb Tess even wat magnesium door de vloer gegooid. En Madenja heeft heel braaf maatje de stal uitgemest. Want maatje en ik hebben zo'n automatische regel. Wie als eerste op stal komt, mest de stallen uit, zeg maar. En maatje heeft nog school, dus ik heb de stallen even gedaan. Of eigenlijk Madenja. Goed vooral, Nienke. Ja, verder zijn we klaar. Mijn opa is jarig, dus daar gaan we zo meteen even naartoe. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, doei!